Ja? Hey Roy, gefeliciteerd. Dankjewel. Hey, alles wat jij aanraakt verandert in goud. Nou, dat lijkt het wel op dit moment. Je hebt vorig jaar, of de laatste jaren, weinig gespeeld. Wat is er precies gebeurd? Nou, 2 jaar geleden had ik een zware blessure. Had ik mijn middenvoet een beetje gebroken. En vorig jaar was ik gewoon het hele jaar fit. Maar heb ik in principe eigenlijk gewoon geen kans gekregen. Pas aan het einde van het jaar heb ik het volgens mij wel meteen laten zien. En sindsdien ben ik gewoon vast bij het eerste uur. En heb ik nog een basisplek. En ben je weer helemaal fit? Ja, ik ben helemaal fit. En wat heb je jezelf ten doel gesteld? Op dit moment gewoon zo hoog mogelijk eindigen met HFC en nog meer goals maken. En het profvoetbal, zit dat nog steeds in je achterhoofd? Ja, natuurlijk ergens wel, maar ik kijk liever niet vooruit. Ik kijk gewoon op dit moment en ik ben nu gewoon volop met HFC bezig nog. Ja, en wat, je speelt samen met je broer hier. Hoe is het met hem? Ja, hij is nu bezig met revalideren. Volgens mij moet hij nog ongeveer 6 maanden zitten in zijn revalidatie. En hopelijk is hij over 6 maanden weer fit en kunnen we samen spelen. Hey, het gaat hartstikke goed met jullie. Jullie staan bijna bovenaan. Dat had denk ik niemand verwacht. Nee, volgens mij had dat inderdaad niemand dat verwacht. Ik had al veel gehoord dat wij een soort van degradatiekandidaat waren. Maar ik denk dat we nu gewoon bewijzen dat wij dat helemaal niet zijn. Elke wedstrijd die we gewonnen hebben, hebben we overtuigend gewonnen. Vandaag komen we 1-0 achter. Denk je het wordt lastig, maar ja, we draaien het gewoon volledig om. We zijn gewoon niks te vertellen vandaag. Dus dit is absoluut geen toeval dat jullie hier gewoon staan? Nou, ik denk het niet. Ga zo door. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Gerard, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. 40 is het nieuwe 20? Ja, zeker. Zo voelt het ook. Ja, want ineens sta je er gewoon weer in? Ja, ja, de andere keeper was niet fit, Tom Box, in de voorbereiding. En, toen kwam ik terug, toen heb ik de kans gekregen en tot nu toe gaat het goed. Dus ik mag blijven staan voor de trainer. Ja, je keept hier al heel erg lang, hè? Ja, dit is volgens mij mijn 11e seizoen. Ik heb nog derde klasse gevoetbald met dit team, zeg maar. Nou, daar zijn er niet heel veel meer van over, maar het is inderdaad al een aardig tijdje al. Wie zijn er nog over van die tijd? Wouter Haarmans, die is op dit moment wel geblesseerd. Opoku is dan vorig jaar natuurlijk weggegaan. Maar dat is het eigenlijk zo'n beetje. Ja. Dit had je zelf natuurlijk niet verwacht, dat je zo weer zo staat? Nee, zeker niet. Ik vind het wel hartstikke leuk natuurlijk. Ik had eigenlijk de rol van reservekeeper op me genomen. En dat ging ook prima, maar dit is toch wel erg leuk weer zo. Ja. Toch weer de wedstrijdjes mee te pakken. En je concurrent, inmiddels weer helemaal fit? Ja, die is nu weer fit. Dus... heet adem weer in de nek en dan gaan we er samen weer voor. Ja. Dus zo moet dat. Ja, want vandaag was je toch een paar keer belangrijk bij die 2 in stand. Ja, inderdaad. Met de rebound zat ik gelukkig nog goed bij. En zo hielden we het even vol. En later klapten we eroverheen. Het is goed uitgepakt. Waar eindigt dit? Voor jou en voor HFC? Ik denk dat we wel goed in het linkereindje gaan stoppen. Ja. Nou, succes. Ja, dankjewel. Hey.